2004. Michel Krachten, de trainingsmaat van Dave Mossing, ook uit Amersfoort. Hij ging voor de 75, dat lukte. Toen sloeg hij de 90 over en nu dan de 105 kilo. En kijk eens. Op 105 kilo, Dave Mossing. Hier is een trainingsmaatje. Eigenaar van een tekenbureau, Michel Krachten. Niet zo groot, wel sterk en ook bijzonder sympathiek, Michel Krachten. Hij heeft nog alle tijd, hij heeft nog een halve minuut te gaan. Maar hij blijft staan op 105 kilo, Michel Krachten. En ik sta nu bij het tweede onderdeel en naast mij staat Michel Krachten. Vorig jaar werd jij laatste bij de sterkste man van Nederland, maar nu sta je gedeeld tweede. Ja, dat is een hele vooruitgang. Maar wel van de vijf, hè? Vijf staan er gedeeld tweede. Ja, oké, maar het is toch weer een vooruitgang. Goed begin is sowieso een duidelijk iets om de rest van de wedstrijd lekker door te kunnen gaan. Ja. En dat eerste onderdeel, dat ging goed? Ging goed, jazeker. Persoonlijk record, toch? Persoonlijk record, ja. In de training nog niet gelukt. En vandaag zeker heel, heel goed en duidelijk, ja. Wat zijn jouw sterkste punten nou? Vandaag vooral de looponderdelen. Dus dingen op conditioneel vlak. Dus waarschijnlijk ook de wielflip. Wat is dat precies? Wat gaan jullie doen? Nou, de wielflip, dat is een band. Die weegt zo'n 370 kilo. Die moet je omgooien. En dan moet je hem nog 8 keer omflippen, zeg maar. En dat binnen zo snel mogelijke tijd. En de snelste die heeft gewonnen. Nou, we gaan zien of je er goed in bent. Succes. En dat zal toch de nodige zorg teweeg brengen bij de man rechts, Jarno Hams. 26, 56, kan hij daar aankomen? Hier is hij. De hoop van Vroomshoop, noemen we al jaren. En zal die hoop dit jaar zich omslaan in het winnen van die titel sterkste man van Nederland. Voorlopig ligt hij achter bij Michel Krachten. Op zich is dat wel een verrassing. Maar die tijd, 26-56 van Edwin Hakvoort, daar gaat hij nu overheen. Michel Krachten wint 32-37 en Jarno Hams 33-05. Jarno Hams, toch weer last van die zweepslag opgelopen in Hongarije. Michel Krachten, de winnaar van de laatste heat. Maar bovendien overwinnaar van Jarno Hams. En dat op zich is al een verrassing. Hier zien we het. Edwin Hakvoort wint het onderdeel. En kijk eens naar plaats 7. Daar staat Jan Haring. Hij wilde geen laatste worden in het klassement. Nou, kansen zijn aanwezig. En dan dat klassement na twee onderdelen. Edwin Hakvoort, plotseling boven Jarno Hams. Die staat tweede. En Jan Haring, inderdaad, op plaats 10 en niet op 11. Terug bij de Stones, de Stones of Strength, de Atlas Stones. U mag ze noemen zoals u wilt. En we zijn bij Michel Krachten. Toepasselijke naam, maar die flauwe grap zal ongetwijfeld al vaker gemaakt zijn. Hij gaat voor de 110 kilo, Michel Krachten. En kijk, daar krijgt hij een steen op zijn neus. Ja.
Ja, het is een bloedige affaire aan het worden bij Michel Krachten. Hij moet naar 1,68 meter hoog. En nu gaat dat heel soepeltjes. Dan de volgende, 125 kilo. 1,56 meter, ook makkelijk. We gaan naar de 1,44 meter met 140 kilo. Michel Krachten, die vorig jaar, sterkste man van Nederland 2003, laatste werd. Dat zal hem toch niet weer gebeuren. En zeker niet als hij presteert zoals hij nu presteert. 160 kilo naar de gebruikelijke 1,32 meter. Maar dan gelooft hij verder en hij blijft staan op 140 kilo in 1,02,90. En kijk hier, wat er allemaal gebeurt als je dat ding op je gezicht krijgt.